Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een shoplog voor je van de Kruidvat, de Hema, de Vibra en de Action. Dan denk je vast, dat zijn veel winkels. Maar ik heb bij het merendeel van die winkels eigenlijk niet heel veel gekocht. En ik vond het toch wel leuk om te laten zien. Dus ik dacht, weet je, ik gooi die vier winkels gewoon bij elkaar. Zodat ik toch het een en het ander aan jullie kan laten zien wat ik dus heb aangeschaft. Mocht je benieuwd zijn naar de dingen die ik dus heb gekocht, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. De prijzen zal ik zoals altijd weer in beeld neerzetten. Ik weet dat er een paar items bij zitten die waren nu afgeprijsd. En er zal dan ook eventjes een sterretje voor staan, zodat je weet dat de prijs dus eigenlijk officieel anders was. Ik ga even beginnen met de twee items van het Kruidvat, want ik heb daar uit de sealbak een oogschaduwpalette van de Lion King gevonden. En dat is deze. Dit is een oogschaduwpalette. Lion King heeft een tijdje in de winkel gelegen. En dat ging nu allemaal alweer in de sale. Er zat een gele sticker op dat normaal 50% betekent. En bij de kassa ging er zelfs 75% van af. Er zit een spiegel aan de binnenkant. En dan zijn dit de oogschaduwkleurtjes die ik er echt heel erg leuk uit vond zien. Ja, ik vond deze gewoon heel erg leuk. Ik zie hier en daar ook een heel leuk zonnetje in de oogschaduw gedrukt. Ik hoop dat jullie dat kunnen zien. Dus ik vond het wel heel erg leuk. En Simba, Nala en Zazu staan erop. Dus dat is het allereerste item wat ik uit de sealbak heb gehaald bij het Kruidvat. Van Catrice heb ik uit de sealbak het Jungle Book palette gehaald. En dat is deze. Ook hier ging 75% korting vanaf. Hier zit een highlighter, een blush en een contour en bronzer in. Staat ook op de achterkant. Ondanks dat het gemaakt is van papier voelt het heel, heel lekker aan. Ik weet niet, het voelt heel grappig. Ook hier zit weer een grote spiegel in. En dan zijn dit de producten die erin zitten. Heel erg leuk. Hele mooie afbeeldingen zitten erin. Zoals hier ook de Jungle Book. Gewoon bijna zonder om erin te dippen. Maar dat ga je natuurlijk wel doen, want je wil hem gebruiken. Hier staat tekst in. Hier een afbeelding. Hier. Ja, het is echt heel erg mooi vormgegeven. En ja, ik vond het eigenlijk gewoon wel heel erg leuk. En ik dacht, nou ja, voor de prijs die het nu nog kost, was ik wel heel enthousiast. Dus die heb ik ook meegenomen bij het Kruidvat. En het was wel heel leuk, omdat ik dus bij de kassa kwam en ik dacht dat er 50% korting vanaf ging. En dat er uiteindelijk wel 75% korting vanaf ging. Dus dat vond ik wel een hele leuke verrassing. Dan was ik eventjes bij de Hema. En bij de Hema heb ik de elektrische gum gekocht. Dat is deze. Dit is zo'n gum. Ja, dan kun je dus elektrisch gummen. En ik ben daar heel erg nieuwsgierig naar. Ik zal eens even kijken of ik hem eruit kan halen, zodat we hem eventjes kunnen bekijken. Je krijgt een aantal gummetjes erbij om hem te vullen. En dan is dit het apparaatje. En hier moet dus een batterij in. En dan kun je dus gewoon elektrisch gummen. Er zit al een gummetje op. Er zitten dus nog geen batterijen in. Ik zal eens even kijken welke erin moeten. Het staat er hopelijk wel op. Dus er moeten twee AAA batterijen in. Dat zijn die hele dunne, maar die krijg je dus inderdaad niet bij. Er zit ook een beschrijvingje bij. Dus misschien nog een keer leuk om te testen in een extra video als jullie dat leuk vinden. Of gewoon in een vlog of zo. Dus dat is allereerst deze. Er staat ook echt bij, ik ben vulbaar. Maar ik ben hier heel nieuwsgierig naar. Ik heb ook gelijk maar even een setje met gummetjes meegenomen. Want nu hadden ze ze en ik denk ja, het is bij de Hema nog wel eens verschillend. Omdat ik een vrij klein Hema filiaal heb, hebben ze het niet altijd. Er staat ook echt bij, ik ben een navulling. En hier zitten dus 80 gummetjes in. Dus daar kun je dan wel weer even mee vooruit. In feite heb je nu ja, gewoon een heel x aantal gummetjes. Wat ik ook eventjes heb gekocht, dat zijn deze navullingjes voor mijn vulpotlood. Ik dacht ja, dat is ook wel handig om in huis te hebben. En ik weet niet eens hoeveel erin zitten. Staat dat er ook op? Er zitten er 30 in. Dus ja, gewoon even van die basic items een navulling voor mijn vulpotlood. Ik denk, dan heb ik het gewoon liggen. Ik zou het bijna niet geloven dat het er 30 zijn als ik er zo naar kijk. Maar het zal wel kloppen. En ja, die zitten gewoon hierin en dan kun je ze eruit halen. Dus dat is wel ideaal. En het laatste wat ik bij de Hema heb gekocht, dat is een set sokken. Dit zijn van die enkelsokjes, want al mijn enkelsokjes, die zijn echt letterlijk aan het afzakken.
Die gaan op een gegeven moment halverwege mijn voeten zitten. En dat is zo irritant. Dus ik moet er eigenlijk gewoon een heleboel weg doen. Maar ja, dan houden ze weinig over. En toen kwam ik deze tegen. En die zijn gewoon van katoen. En deze hebben dan allemaal printjes. Volgens mij is dit een soort cheetah of zo wat erop staat. Die. Heel basic. Hebben ze ook zo? Oh nee, dat hebben ze niet. En dan heb je een basic grijze. Nog meer van dit soort. Ja, het lijkt ook een soort cheetah printjes of zo. Een setje met witte. En een setje met zebra's. Deze waren ook afgeprijsd. Ik dacht, nou, dat is gewoon wel handig. 5 paar. Mijn moeder had ook nog 2 sets bij de Action meegenomen voor me. Dus nou heb ik er in ieder geval weer eventjes genoeg. Dan zit ik er weer lekker in de enkel sokjes. Dan gaan we door met de spulletjes van de Vibra. En allereerst heb ik bij de Vibra dit zwembroekje gekocht. Dit is eigenlijk een broekje die je kunt aantrekken over je bikini of badpak. Nou zou je hem ook wel gewoon aan kunnen, want het is op zich een heel mooi broekje. Deze was dus ook afgeprijsd. Ik heb hem in een maatje S. Hij lijkt op de camera oranje, maar hij is dus echt roze. Nou ja, ik vond dit gewoon wel handig. Ook gewoon om gewoon thuis aan te trekken met warme dagen. Ik bedoel niet per se om in te zwemmen. Maar Lente vond het bijvoorbeeld van de zomer heel erg leuk als het gevonden als ik met haar in het badje was gegaan. En toen dacht ik, nou dan weet je, dan zou ik dit ook aan kunnen als ze dat echt een keertje leuk zou vinden. Want ik vind het zelf niet heel prettig om echt in zwemkleding te lopen. Maar als je bijvoorbeeld dit aandoet met een hemdje of zo, dan zou het prima kunnen. Want dan, ja, dit kan dan wel nat worden. Dan kun je gewoon de rest droog houden. Het is gewoon een dubbele, kijk, gewoon zo'n dubbel. Er zit gewoon zo'n laagje onder. Dus het lijkt nu heel doorzichtig. Maar mijn hand steekt er nu wel doorheen. Maar er zit dus een binnenbroekje in. Dus als je hem draagt zie je niks. Dus dat is die. Dan kwam ik deze scrunchie tegen van Invisibobble. En Invisibobble zijn altijd van die hele fijne stukjes. En dit zijn dus de originele scrunchies. En die waren echt zo goedkoop. Er zit dus een spiraal in het midden. Dus er zit als het ware zo'n telefoonkabelstiekje in. Misschien kan ik het laten zien. Misschien dat het dan duidelijker wordt. Kijk, als ik hem zo vastpak, dan voel ik hier het spiraaltje. Je kan hem niet echt zien. Maar hij beweegt dus heel erg door het spiraalelastiekje die erin zit. En dat zijn zelf wel hele fijne elastiekjes. En ik was eigenlijk gewoon heel verbaasd dat Vibra die had. En voor het prijsje kon ik hem zeker niet laten liggen. En ik vond dit printje heel leuk. Dan heb ik uit de Scrub Daddy Line de Damp Duster gekocht. En deze heb je ook in verschillende kleuren. Ik ben uiteraard voor de roze gegaan. En deze is dus ook heel makkelijk voor relingen. Maar ook voor spiegels. Er staan nog meer dingen op die ik zo niet kan ontrafelen, want het is allemaal Engels. Maar je kunt hem dus gebruiken voor het huishouden, de keuken, buiten en voor de badkamer. Dus ik dacht, omdat ik Scrub Mommy eigenlijk heel fijn vond, ben ik ook wel heel erg benieuwd naar deze. En ik zag hier op Instagram al wel hele handige dingen die ze ermee deden op schoonmaakgebied. Dus ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Dus dat is deze. Dan heb ik nog 4 items uit de Seal gekocht. En dat zijn deze plantenhangers. En deze waren ook fix afgeprijsd. Dit zijn van die leuke potjes die je aan je balkon kunt hangen met een plantje erin. Ik heb een balkon. Ik zag dit wel voor me. We gaan nu natuurlijk wel een beetje richting de herfst. Dus ik ga ze nu niet meer gebruiken. Maar ik leg ze dan gewoon weg voor het volgende seizoen. Dat ik er dan met de lente bijvoorbeeld hele leuke plantjes in kan doen. Dat ze dan gezellig aan mijn balkon kan hangen. Ik vond ze heel leuk. Ze hadden verschillende kleuren. Maar ze hadden 4 roze. En omdat ze zo goedkoop waren, dacht ik, ik neem 4 van die roze potjes mee. Want ik zie dit gewoon wel voor me met een leuk plantje erin. En dan kan je je balkon ook weer wat opleuken. Dus daar ben ik ook wel heel blij mee. En vooral voor de prijs die ik ervoor betaald heb, kon ik ze gewoon niet laten liggen. Het laatste wat ik bij de Vibra heb gekocht is deze bak.
Deze bakken heb je bij mij al vaker kunnen zien. Ik gebruik deze bakken voor mijn knutselspullen te organiseren. En ik had er nog wel weer eigenlijk een paar nodig, maar ze zijn niet zo heel makkelijk te koop momenteel. Verschillende winkels bieden ze dan weer aan. Dan hebben ze ze weer niet. Nou ja, zo gaat dat een beetje. Maar ik kwam deze tegen. Het is een leuk paarse kleur. En die vond ik er gewoon heel goed uitzien. Ze zijn ook heel betaalbaar. Ze komen uit de Diamond collectie. Dus ja, ik vind het gewoon van die hele handige bakjes. Dus hier kan ik weer eventjes mooi wat spullen in gaan organiseren. En paars die had ik nog niet. Die vond ik super leuk. Dus die heb ik ook nog meegenomen bij de Vibra. Dan gaan we ook gelijk door met spullen van de Action. Daar heb ik allereerst een nieuw figuursponsje gekocht. Deze had ik al, maar die van mij die zit vast. Die wil niet meer ponzen en dan kan ik dingen niet afmaken. En toen zag ik nu eindelijk weer dat ze diegene hadden die ik dus had. Dus ik dacht, nou neem ik gewoon eventjes een nieuwe mee. Je hebt die altijd in heel veel verschillende vormen en dat soort dingen. Maar ik dacht, nou ik neem gewoon even een nieuwe mee, want die van mij dus gewoon echt niet meer deed. Dan heb ik ook een diamond painting gekocht. En deze is van het merk Avec. En ik vond deze heel erg mooi. Want het is een heel erg mooi soort van kasteel aan het water. Ik vind het er zo mooi uitzien. Ik denk wel dat hij best wel moeilijk zal zijn. Maar ik vind het ook wel weer een uitdaging om deze te gaan maken. En deze is ook nog glow in the dark als het goed is. Tenminste, dat stond ervoor. Ik weet niet of het dus uiteindelijk echt zo is. Ik zal even op de achterkant kijken. Het staat er niet bij dat die glow in the dark is. Zo stond het wel voor het schap, maar misschien klopte dat niet helemaal. Maar ik vond deze gewoon heel mooi. Dus ik dacht, nou, een mooie nieuwe diamond painting. Dan een heel basic item en dat is dit mapje. Dit is een mapje die ik heb gekocht om de belangrijke bonnetjes in op te bergen. Ik had dat al nodig en ik dacht, bij de Action zijn die zo goedkoop. Dus ik heb gewoon even zo'n simpel mapje meegenomen. Ja, je hebt soms wel bonnetjes van apparaat of zo die je gewoon moet bewaren. Nou scan ik bonnetjes wel altijd in, maar ik bewaar ze ook origineel. Dus dan kan ik ze mooi in een mapje bij elkaar doen en dan raak je ze ook niet meer kwijt. Dat is wel ideaal. Dan heb ik nog twee van die stencil setjes meegenomen. En ik heb er nu 5 en er zijn er 6. Dus er ontbreekt er nog eentje, maar die kan ik op de een of andere manier maar niet vinden. Ik heb nu deze meegenomen met rozen. Die maakt dus een hele mooie rozenafbeelding. En ik heb zo'n zin om dit te gaan proberen in een video ook. Om hier echt gewoon mee aan de gang te gaan. Want ik ben zo benieuwd hoe dat werkt. Er zit ook echt een soort beschrijving bij hoe je het echt precies kunt namaken. Ik weet alleen niet of je ook echt die tekst erop krijgt. Of dat ze die zelf erop hebben gedaan. Oh ja, die krijg je ook echt. Dus je hebt ook echt een achtergrondje en dan ja, 2 werkbladen. En je krijgt 1 zo'n dingetje erbij. Maar ik heb zelf ook wel van die sponsjes daarvoor. Dus die kan ik goed gebruiken. Dus deze met rozen. En ik heb ook deze met lavendel. Die geeft een lavendel. Hier staat dan overigens weer... Oh ja, hier staat dan ook echt bij lavender. Nou ja, superleuk dus om hier dus ook mee met kaarten aan de gang te gaan. Ik hoop dat ik de laatste ook nog een keertje ga vinden. Maar tot nu toe is het nog niet gelukt. Maar in ieder geval 2 van die stencils. Dan heb ik nog een haarhanddoekje gekocht. Ik gebruik deze altijd na het douchen om mijn haar te laten drogen. Ik rol mijn haar erin en dan kan het in ieder geval even lekker uitlekken. En dan laat ik het een tijdje op mijn hoofd zitten. En dan uiteindelijk kan ik mijn haar doorkammen omdat het dan wat minder water bevat. En ik heb een oranje meegenomen. Ik vind ze gewoon altijd super handig. Even wassen voor gebruik. Het is 1 maat, dus voor ieder haar zou het passen. Ik moet wel zeggen, ik heb heel lang haar. Bij mij piept het er nog wel eens onderuit, maar... Op zich, het past wel. Dus gewoon weer zo'n basic haarhanddoekje. Dan heb ik van het merk Delia een correcting face cream gekocht. En dit is gewoon een BB cream met SPF 30. Ik zag deze staan. Ik vond het wel interessant uitzien. Dus ik dacht, die wil ik wel een keer proberen. Ik heb hem in de lichte kleur genomen. Hij zou je huid verzorgen, hydrateren. Hij zou je huid moisturizen en ook beschermen tegen UV-licht.
Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Hij heeft een matte formule. Dus ik dacht, ik ga dit gewoon eens proberen. Leuk doosje ook. Ik ga ervan uit dat het een tubetje is. Even kijken. Ja, kijk, het is gewoon een basic tubetje. Het zijn wel van die handige tubetjes die mensen ook makkelijk mee zouden kunnen nemen op vakantie of zo. Tubetje is dan toch weer veiliger als een flesje, denk ik. Maar die ga ik proberen. Dan heb ik lijmsticks meegenomen. Ik moest dingen lijmen, dus ik dacht, ik neem even lijmsticks mee. Er gaan er altijd best wel veel in zo'n lijmpistool. Dus ik dacht, nou, maar weer even een setje met lijmsticks. Want die, als je eenmaal met zo'n lijmpistool bezig bent, heb je echt wel navullingen nodig. Dan heb ik een setje met ballonnen gekocht. Ik ben bijna jarig en ik vind het altijd leuk om de boel te versieren. Dus ik dacht, nou, ik neem gewoon even ballonnen mee. Ik heb hier van die metallic ballonnen gekocht. Ik blijf het leuk vinden versieren. Dus in ieder geval deze weer een zakje. Dan heb ik ook een setje met pomponnetjes. Ook wel leuk om in huis op te hangen. Ik ben natuurlijk alleen. En op mijn verjaardag zelf ben ik dan ook gewoon alleen. En dat is prima, want ik ben het gewend. Maar het geeft me dan toch een feestelijker gevoel om het huis feestelijk te maken met versieringen. Dus ik dacht, pomponnetjes. Dan heb ik ook folieballonnen gekocht. Ik word dit jaar 32 en ik dacht, ik ga dat doen. Dus ik heb een zilveren 3 en een 2. Die vond ik heel erg leuk om neer te zetten. Dit zijn gewoon die kleine varianten. Die steek je gewoon ergens in. Vind ik gewoon gezellig. En ik heb dan ook ze in het goud. Ik wilde eigenlijk heel graag de regenboogkleur, maar die hadden ze niet. Die zijn nooit echt met heel veel, zeg maar. Dus toen dacht ik, nou, neem ik gewoon deze mee. En die blaas je gewoon op door middel van het stokje wat erin zit. Maar ik vrees dat het nu ook een papieren stokje zal zijn. Dus het zal niet heel lekker blazen, maar dat ga ik wel zien. Dan heb ik nog zo'n lipglossje meegenomen. Ik had hier al één variant van. Ik vond deze kleur er ook wel leuk uitzien. Dit is een cherry fragrance. Deze lipglossjes zitten in zo'n houdertje, waardoor je hem bijvoorbeeld ergens aan zou kunnen aanhangen. Ik vind het er gewoon heel leuk uitzien. Dus ik dacht ook wel weer leuk om te testen voor mijn blog en om daarover te schrijven. Dus deze. Dan heb ik een nieuw slaapmaskertje meegenomen, Sweet Dreams. Ik slaap altijd met slaapmaskers op, maar die dingen die worden op een gegeven moment, die touwtjes die worden heel lomp. Dus dan gaan ze niet meer zo lekker om je hoofd klemmen. En ik vind het gewoon heerlijk om dit op te hebben met slapen. Want dan ben ik gewoon echt helemaal afgesloten. Zie ik ook geen licht meer wat eventueel nog door de gordijnen heen komt. En daar slaap ik altijd heel lekker op. Vond deze heel leuk. Sweet Dreams staat erop. Hij is roze. Hij heeft ook een roze binnenkant. Maar ja, als je je ogen sluit zie je dan toch niet meer in donker. Dus ik was blij dat Action ze weer had. Want ja, ik vind die gewoon altijd heel fijn. Dan heb ik twee setjes met hoesjes voor kaarten meegenomen. Ik heb best wel veel kaarten en ik bewaar ook altijd mijn kaarten. Omdat ik kaarten gewoon altijd zie als iets heel dierbaars. Ik dacht, ik wil ze eigenlijk netjes opbergen. Dus ik dacht, hoe handig is het om ze in deze hoesjes te doen. Het zijn hoesjes van A6 formaat. Je krijgt er 50. En hier past dus een prima wenskaart in. Ook als ik zelf kaarten ga maken en ik bijvoorbeeld hem nog niet kan weggeven, zou ik hem hierin kunnen bewaren. Volgens mij kun je ze verder ook niet hersluiten of zo, denk ik. Dat weet ik allemaal niet. Maar ik heb gewoon twee setjes van deze meegenomen om te kijken of het bevalt. Kijk, als het niks is, dan zie ik dat dan ook wel weer. Maar ik dacht, dan kan ik weer een beetje wat organiseren. Als je zo naar kijkt, is het net een spiegel, maar het zijn dus echt doorzichtige hoesjes. Dan heb ik hier nog een zakje met confettiballonnen. Dit keer hartjes. Vind ik ook wel leuk om op te hangen. Ik moet wel zeggen, als ze kapot zouden knappen, dan heb je wel een bende. Want er zit dus confetti in. Maar leuk om gewoon op te hangen, ook weer in huis. En hier zitten 6 ballonnen in. Meestal hang ik er niet 6 op voor. Vind ik het gewoon prima om er 2 of 3 op te hangen. Maar ik vind het gewoon gezellig om in het thema van mijn verjaardag te blijven. Dan nog weer even 2 setjes met kaarten. Ik heb deze, de vierkante variant, in kleurtjes meegenomen.
Hier zitten dus, eventjes kijken, 8 dubbele kaartjes met enveloppen in. En deze hebben dus wat gezelligere kleurtjes ook dan standaard wit. En dan heb ik ook ze in een rechte formaat, zeg maar. Die zijn dus weer wat langwerpiger. Ook hier krijg je gewoon 8 dubbele kaartjes met enveloppen. En die vind ik gewoon heel handig om te gaan gebruiken bij het maken van de kaarten. Dan hebben we hier nog een zakje met neonballonnen. Ik heb wel heel veel ballonnen meegenomen, zie ik nu. Maar goed, ook hier, ja, net wat ik zeg, feestelijkheid moet kunnen. Dus ook weer eventjes deze om leuk de boel te versieren voor mijn verjaardag. Even kijken, dat kwam ik. En hier was ik heel blij mee. Bloemetjes tegen. Dit zijn van die deco bloemetjes om te decoreren. Ik heb nog wel eens met, ik gebruik dit soort producten altijd bij mijn foto's voor mijn blog. En dan heb ik wel eens soms dat bijvoorbeeld een product in het teken staat van bloemen. En dan vind ik het gewoon leuk om er een bloemetje naast te kunnen leggen. En toen kwam ik eigenlijk deco bloemetjes tegen. Dus ik heb deze. Het zijn eigenlijk een soort van zonnebloemetjes lijken het. Dus dat vond ik heel leuk. Ze hebben wel een beetje zo'n puntje. Dus je kunt ze voor van alles gebruiken. Maar ik leg ze gewoon naast mijn producten neer. Dus die. En ik heb ook een zakje met deze bloemetjes meegenomen. Gewoon een beetje voor de afwisseling. Ik doe dat met heel veel dingen. Ik heb bijvoorbeeld ook rozenblaadjes en schelpjes en dat soort dingen. Gewoon echt om het gewoon iets gezelliger te maken voor de foto's. Dus deze. Dan heb ik ook cocktail sticks. Ja, ze zijn echt een beetje lang. Ik dacht dat ze wat korter zouden zijn. Ik dacht voor de hapjes. Maar ik doe altijd van die bitter garnituur, zeg maar. Van die mini hapjes uit de airfryer. Maar ze zijn wel erg lang. Dus inderdaad zijn ze volgens mij, ja, het zijn cocktailprikkers. Maar ik weet niet of ze daar hierin gaan passen. Nou, dat gaan we dan wel zien. In ieder geval, je krijgt er dus 24 en... Oh, je kunt ze nog langer maken, denk ik. Want je kunt ze uitklappen. Dus ik denk dat je ze korter kunt maken. Nou, dat gaan we wel zien. Maar in ieder geval leuk voor in de hapjes te steken. We zijn er bijna doorheen. Nog 2 kleurtjes met nagellak. Een witte. Altijd ook wel fijn als basic kleur. En een leuk oranje kleur. Die vond ik er heel leuk uitzien. Hebben ze nog namen gekregen? Dit is de 421 Cheeky. De oranje kleur. En dit is de 500 Blanc Canvas. Dus misschien is die wel transparant of wit. Dat ga ik wel zien bij het aanbrengen. Maar ik vind de lakjes van de Action altijd wel leuk. En deze kleurtjes kwam ik tegen. Die vond ik heel leuk uitzien. Dan heb ik nog 2... handzeepjes meegenomen van Minnie en Mickey. Ik heb hier allereerst een Mickey Mouse variant. Ik begin door mijn handzeep heen te raken en ik vond deze er heel leuk uitzien van de Disney. Er zit wel 500 ml in, dus dat is best veel. Je zou ze kunnen navullen. Staat natuurlijk ook gewoon heel leuk. Deze is dan met Mickey Mouse. Waar ruikt deze eigenlijk? Ja, bergamot en flowers. Nou, ik ben heel benieuwd. Dus dat is deze. En ik heb dan ook de mini variant. En dit is de cherry en cranberry geur. Dus die vind ik ook wel heel leuk. Dus ja, die kan ik dan ook weer mooi neerzetten. Ik vind dat er best wel veel in zit, 500 ml. Dan heb ik nog een oogschaduwpalette gekocht. En deze is van I Love Revolution. Dat is deze. Dat is het avocado palette. En ik heb hier... echt heel lang wel eens naar zitten kijken en eigenlijk nooit gekocht. Ook omdat je dan vaak moest bestellen en je niet zo makkelijk in de winkel kunt kopen. En nu kwam ik hem bij de Action tegen. Deze kleuren zitten erin. Leuk avocado palet en ook een hele leuke voorkant. Ik dacht bij de Action, volgens mij ook nog, hij was ook echt super leuk geprijsd. Ik dacht, die ga ik dan wel eens proberen bij de Action. Want ik had dit merk bij de Action ook nog nooit gezien van I Love Revolution. Ik vind hem er echt heel erg leuk uitzien. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, en als laatste nog dit steekhol tasje. Want ik had natuurlijk geen tasje bij me. Dus ik heb gewoon deze gekocht.
heel basic, maar ik moet echt zorgen dat ik tasjes in mijn tas ga stoppen, want ik vergeet het elke keer. Maar goed. Dan waren dit al mijn gekochte spulletjes. Ik dacht eigenlijk dat het iets minder was. Van de Action bleek het toch iets meer te zijn dan ik had verwacht. Maar goed, ik ben wel blij dat ik het in ieder geval jullie heb kunnen laten zien. Ik ben er ook heel blij mee. Fijn ook dat ik versiering heb kunnen halen voor mijn verjaardag. Maar ook gewoon wat andere items die ik goed kon gebruiken. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij het leukste item vindt wat ik heb gekocht in deze shopsessie. Misschien zat er niks bij wat je leuk vond. Kan ook, maar ik ben er in ieder geval super blij mee. Ik hoop dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra ik een nieuwe video online heb geplaatst. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!